De titel van mijn column is Huilkamer. Het wordt een lange hete zomer voor de Nijmeegse gemeenteraadsleden en de wethouder van Financiën in het bijzonder. Een beetje weer amateur staat niet raar te kijken van deze voorspelling. Maar ik bedoel een lange hete politieke zomer. Want de behandeling van de financiële zomernota in de raad is uitgesteld tot september. De reden? Vorige week was er sprake van 6 miljoen tekort op de gemeentelijke begroting. En nog voor de Raad zich afgelopen week zou buigen over de vraag hoe dat tekort moest worden opgelost, blijkt het ineens 12 miljoen te zijn. 6 miljoen tekort erbij in één week. Dan kun je toch spreken van een plotselinge code rood bij het begin van de vakantie. Om de eerste 6 miljoen een beetje terug te verdienen, was bedacht om de plastic zakken voor het plastic afval niet meer gratis te verstrekken, maar er 5 cent voor te vragen. 5 cent. Laat dit bedrag even op u inwerken. Het leidde tot een ongekende hamsterhoede om nog snel een zak of 50 alvast in huis te hebben, voordat dit onzalige gemeentelijke idee werkelijkheid zou worden. Daarmee 2,50 euro uitsparend. Dat zelfs Albert Heijn als bedenker van de hamsterweken klaagde dat er te veel gehamsterd werd, is tekenend voor de gekte. Dat belooft wat nu er twee keer zoveel bezuinigd moet worden. 10 cent per zak vragen lijkt me iets te simpel geredeneerd. Wat dan wel? Daar gaan de raadsleden tijdens hun vakantie eens goed over nadenken. In Tiel hield de gemeente een inspraakavond over de bezuinigingen. Dat leefde vurige pleidooien op voor het behoud van het carillon versus het gratis kunnen laten zijn van appelpop, om maar eens twee hete Tielse hangijzers te noemen. Ik adviseer de gemeente Nijmegen dringend geen inspraakavonden te houden over mogelijke Nijmeegse bezuinigingen. Kijk maar eens naar de reacties voor besparingen op de site van de Gelderlander. Die geven een aardige indicatie wat er zoal geroepen zal worden. Noodzakelijke bezuinigingen zijn geen onderwerp voor een bijeenkomst waarbij de aanwezigen als een idols jury mogen fungeren. Er is een democratisch gekozen raad. Of die nu in meerderheid uit linkse of rechtse partijen bestaat of iets ertussenin, maakt niet uit. Zij moeten de knopen doorhakken en niemand anders. Bij de volgende verkiezingen blijkt dan wel of dat dat de juiste knopen waren. Binnen een week is het tekort van 6 miljoen naar 12 miljoen gestegen. Als het allemaal zomaar kan, dan zou ik er als wethouder van Financiën en als raadslid niet gerust op zijn of dat tekort bij thuiskomst na de vakantie niet is opgelopen tot 15 miljoen of nog erger. Dan kan de behandeling van de zomernota wel eens uitlopen tot diep in de herfst. En zo worden de klimaatdoelen natuurlijk niet gehaald. Op de Radboud Universiteit is een huilkamer ingericht voor gestresste studenten, waar ze onbekommerd hun emoties de vrije loop kunnen laten als het even tegen zit. Er hoeft in het stadhuis niets verbouwd te worden. De raadzaal is een openbare huilkamer.